Prachtige, wat oversized t-shirt. Doe die nog? Nee, ja. Tim heeft een WA-verzekering, denk ik. Dit mooie t-shirt zegt eigenlijk alles. We kunnen nu eigenlijk wel ophouden, maar dat gaan we toch niet doen. Ik ga gewoon onze lezing houden. En dat doen we door te beginnen met dit fraaie filmpje. Van vleugel, naar armen, ja meneer Van Nooyen, op een kip. Een pinda die gecomponeerd is op kleur, op grootte, op glans, een kip. En natuurlijk ook op smaak, want dat is toch zeker zijn eigen kwaliteit. Tempel. Maar denk je niet dat de mensen dat minder smakelijk zullen vinden, een pinda met een stempel? Dat denk ik. Nou, dan heb ik van mezelf van fleuten, een pinda van buiten is altijd oké. Weet u dat is een metstempel eigenlijk is? Dus daar gaat het eigenlijk vandaag over. Zijn ze met stempel nog wel of niet lekker? Kwaliteitscontrole, hoe ver moet je gaan? En dat is eigenlijk de vraag van vanmiddag. Dit plaatje is ook heel veelzeggend. Moet je nou werkelijk al die flesjes die daar staan, allemaal bekijken? Hoe zinvol is dat überhaupt? En als er een misgaat, op die grote rode knop drukken. Die grote rode knop. Dat is ook een van de dingen. Hoe ver moet je gaan? Welke kwaliteitscriteria moet je gebruiken? Wanneer en in welke frequentie? Welke steekproefmethode? Daar gaat Ingmar over vertellen. Wat is fout en hoe verhouden fouten zich tot elkaar? Wat doet de leverancier zelf aan kwaliteitsborging? En hoe verhouden de kosten van de kwaliteitscontrole zich tot de scanprijs? Als gezegd, we doen deze presentatie met z'n drieën. Ik begin met een verhaal over controle van digitale reproducties. Ingmar volgt daarna met een verhaal over kwaliteitscontrole en steekproeven. En Mark volgt als laatste hoe die kwaliteitscontrole is ingebed in de workflow. En een aantal hele kritische vragen over kwaliteitscontrole. Nou, hopelijk hebben we aan het einde wat ruimte over voor vragen en discussie. Maar onderbreek ons ook vooral als er iets niet duidelijk is of u het ergens niet mee eens bent of anderszins. Oké, mijn verhaal dus. De pinda. Ik ga het dus hebben over, om mijn verhaal een klein beetje af te baken. Kwaliteitscontrole is natuurlijk een heel groot onderwerp, kan over van alles gaan. Maar ik ga het vooral hebben over beeldkwaliteit, het digitaliseren van originelen. Omgezet in pixels, dus geen vectorbeelden of 3D digitalisering. Ja? Ze horen dat daar. Kan het ook zonder proberen, maar dan was het misschien te zachtjes. Ziet er een volumeknopje? Ja. Dan maak het niet hard. Zo beter. Het was niet vliegend. De focus is dus op beeldkwaliteit. Ik ben nog steeds verstaanbaar achter. Mooi. Er is geen standaard recept voor kwaliteitscontrole. Niet zo'n leuke boodschap natuurlijk, maar uiteindelijk, dat is heel belangrijk om te onthouden. Het is afhankelijk van je projectdoelen en je materiaal dat je aan het digitaliseren bent. Gaat het bijvoorbeeld om vervanging of beschikbaarstelling? Dat is natuurlijk in het archiefwezen echt een ding. Ga je bijvoorbeeld in de beleidsregel kijken voor vervanging van de provincies, dan wordt daar verwezen naar de aloude richtlijn van het Gehele van Nederland. Waar inderdaad nog wel iets staat over kwaliteitscontrole, maar echt helpen gaat je dat helaas niet. En anderzijds, ja, vervanging of onbeschikbaar stelling. Eigenlijk is dit een veel belangrijke vraag. Zowel voor het opstellen en het vaststellen van kwaliteitscriteria als de kwaliteitscontrole daarna. In welke mate moet die digitale reproductie het origineel kunnen weerspiegelen? Of anderszins wat concreter geformuleerd, wat zijn de essentiële eigenschappen die het origineel die je van het origineel in de digitale reproductie wil terugzien. En dan heb je het heel concreet over dingen als detaillering. Het kleinste betekenisvolle detail. Of moet de kleur waarheidsgetrouw zijn? Of de toonweergave alle waarden van donker naar licht? Moet het een vaste vorm houden? En moet het vooral zoveel mogelijk beeldverstoringen afwezig zijn? Scanners en camera's kunnen bijvoorbeeld ruis produceren. Dat doet afbreuk aan je beeld. Om het maar een concreet voorbeeld te geven, een krant.
belang van leesbaarheid staat natuurlijk voorop. En dan zit het vooral in detaillering. De kleinste letter weer kunnen lezen. En dan zit het ook in de toon. Het beeld moet niet te donker of te licht zijn. Maar hoe belangrijk is het nou dat de kleur betrouwbaar is? Als je nou bijvoorbeeld, het ziet er wat gelig uit op dit scherm, zou er een geel zweem kunnen zitten. Hoe erg is dat dan? Zou je het ook willen afwijzen? Er zijn richtlijnen in Nederland die daar keihard op afrekenen. Maar hoe belangrijk, ja. Het lijkt mij belangrijk dat je het kan lezen, toch? Ik hoop dat we het daarmee mee eens zijn met z'n allen. Dit voorbeeld is natuurlijk, ja. Daar zijn natuurlijk wel van zeggen, die kleur die moet echt kloppen. Dat moet echt kloppen. Hè? Een van de beroemdste schilderijen uit Nederland. Maar dit is wel een heel aardig verhaal. Het is een plaatje uit het geheugen van Nederland. Alweer een tijdje geleden gedigitaliseerd. Ik denk toch al een jaar of 6, 7. Ben ik zelf bij betrokken. Dit is gedigitaliseerd vanaf een dia, een ecta. Nou, die zijn helemaal niet kleurbetrouwbaar. Die ecta's al niet. Dus die kleur blauw daarboven. Ja, op dit scherm is natuurlijk al helemaal niet kleurbetrouwbaar. Maar hoe erg is dat dan in dit geval? Het geheugen van Nederland was gewoon een accessproject. Mensen zitten dat thuis op hun scherm te kijken. Die hebben allemaal verschillende schermen met verschillende kalibraties. Dus ja, hoe erg is het dan dat die kleur blauw niet geheel klopt? Kijk, het zou wel erg zijn als het groen zou zijn in plaats van blauw. Maar ga ik maar eens op internet zoeken, meisje met een parel. Want nu is het een Google search, image search. Dan zie je werkelijk alle kleuren van de regenboog voorbij komen. Maar in dit geval, ja, dit komt in de buurt bij het origineel. Dat durf ik wel te zeggen, maar de kleur blauw komt voor gemeente. Helemaal niet erg, want het is excess. Dat is eigenlijk de vraag waar het om gaat, natuurlijk. Even de uitdaging die je dan vervolgens hebt, is om die essentiële eigenschappen van het origineel om te zetten in technische kwaliteitscriteria. Dan heb je een klein tabelletje waar een aantal van die kwaliteitscriteria worden genoemd. Er zijn er nog veel meer. Sla de metamorfose-richtlijnen maar eens op. Of de nieuwe richtlijnen van beelden voor de toekomst. Voor fotodigitalisering. Daar verdrink je in de kwaliteitscriteria. Dan heb je het over detaillering. Dan heb je het over resolutie. En hoe efficiënt die resolutie eigenlijk wordt gebruikt. Hè. Misschien weten sommigen jullie dat wel. Dat resolutie is niet echt een sluitend kwaliteitscriterium. Je kan een 300 dpi opnemen, maar dan... Als je lens onscherp is, dan is het nog een waardeloos beeld. Dus je moet als alternatief dus altijd een scherptewaarneming doen. Je hebt helderheidswaarde, hè, van donker naar licht. Nou, dat zit vooral in die tonale weergave. Daar kom ik straks op terug. Kleur, kleurbetrouwbaarheid. Ik ga daar nu vanmiddag niet heel diep op in, op al die kwaliteitscriteria. Daar gaat het me nu niet om. Dan kunt u al die richtlijnen voor gaan raadplegen. Dit is wel een belangrijke, eigenlijk een herhaling van wat ik net heb gezegd, die essentiële eigenschappen van het origineel maken dat, en die projectdoelstellingen maken dat sommige kwaliteitscriteria gewoon meer of minder nadruk zullen krijgen. Dus net als voorbeeld van Vermeer. Met andere woorden, niet alle fouten, of liever afwijkingen, zijn gelijk aan elkaar. En dat zie je natuurlijk wel vaak in bij kwaliteitscriteria in de richtlijnen, ja, dat die fouten allemaal op één hoop worden gegooid. Dus zit er één foutje in een badge, dan kun je die hele badge afkeuren. Dan gaat het misschien over een minor mistake. Opnieuw die krant. Wat is nou eigenlijk erger? Niet kunnen lezen van die tekst of de aanwezigheid van een kleurzwijn. Dus die afwijking moet je eigenlijk in die kwaliteitscontrole ook een verschillend gewicht toekennen. En dat zie je soms te weinig bij kwaliteitscontroles. Nou, hoe gaat dat nou, zo'n beeldkwaliteit controleren? Je kunt het doen met van die fototestkaartjes, ik laat er zo een paar zien, of referentieoriginalen. Dat gebeurt deels handmatig en deels automatisch. Het liefst natuurlijk helemaal automatisch, maar helaas zijn we nog niet zover. Misschien kennen jullie deze targets wel. Ik heb hem hier ook op mijn borst, dat mooie kleuren ding. Die is om de kleuren te controleren, dit is om die tonale weergave, die donkere lichten en de donkere waarden in je beeld. Die zie je een voorbeeldje van een origineel dat is overbelicht. Kun je als niet zien hoor, maar je moet hem maar geloven. Al die stapjes hè, die geven zeg maar een verdeling aan die scanner of camera heeft gereproduceerd. En ja, als je bijvoorbeeld de metamorfose richtlijn gebruikt,
Dan gaat het zelfs om al die verschillen tussen al die stapjes wordt allemaal gemeten en met elkaar vergeleken. Dit is een nieuw target, dat is ontwikkeld door metamorfose in het Duitse bedrijf Image Engineering. En dat is op zich wel een heel speciaal ding, want je ziet eigenlijk alles in één ding. Zoals die tonale weergave, scherpte, kleur, vormvastheid, uitlichting, dat je beeld egaal is uitgelicht. Het speciaal van die target ook is dat het kan gemeten worden met software. Dus je kunt dan in een hele korte tijd wat hele ding analyseren. Het is een voorbeeldje van zo'n scherpte target. Vroeger gebruikten we die in microfilm. Het lijkt een beetje op het ding wat je bij de opticien krijgt. Hè? Hoeveel kun je nog waarnemen? Dit is het digitale equivalent. En daar kun je dus echt objectief mee vaststellen hoeveel detail die scanner of camera nu werkelijk heeft waargenomen. Los van de resolutie. Maar dit is eigenlijk ook een hele aardige methode. Bijvoorbeeld van het Stadsarchief van Amsterdam. Die gewoon referentie origineel gebruikt. Gewoon steeds opnieuw hetzelfde origineel met een zekere regelmaat opnemen. En dan zie je in één oogopslag dat die misschien toch een beetje donker is. En dat er misschien in die badge waar deze bij zit iets niet helemaal in orde is. Dus die kun je dan gaan bekijken. Het is ook een hele mooie en misschien wat eenvoudiger manier dan al die targets te gebruiken. Maar je kunt ze ook allebei doen natuurlijk. Automatische controle, tenslotte. Je kunt uit die bestandsheader van je plaatje kun je al heel veel informatie halen. Over de kleurruimte, de bitdiepte, de resolutie, bestandsformaat. Het kan via een tool als JHAV. Het zijn vaak dingen die worden gedaan bij ingest in een EDAPAL. Maar eigenlijk kun je dat ook in een kwaliteitscontrole gebruiken. Op termijn gaat het ook voor kwaliteitscontrole van de beeldkwaliteit gelden. Dat je automatisch kan gaan controleren. Ik heb net dat ding van metamorfose laten zien, dat target. Die kun je nu al analyseren met software. Straks is het zover dat je gewoon een x-aantal van die targets inlaat. Die staan op verschillende badges. En dan kun je in één oogopslag zien, nou die badge klopt niet of wel. Ja, je kunt daar de waardes van metamorfose voor gebruiken, maar je kunt er ook je eigen marges aan koppelen. Ja, niet iedereen wil zo streng zijn als metamorfose. Dus dat is mijn verhaal. Maar je kunt nog wat verder lezen. Hè? Onze lezer komt natuurlijk online. Dit zijn wat van die richtlijnen die beschikbaar zijn. Dit zijn dus wel erg interessante richtlijnen, die laatst van het Nationaal Archief, die net zijn gepubliceerd. Mag ik nu het woord geven aan Ingmar?